Welkom bij Mobility Training. Vandaag wil ik een aantal oefeningen laten zien om de mobiliteit te vergroten van het heupgebied. En een totaal oefening voor het lichaam om dynamisch te stretchen. Dat kun je gebruiken voor de warming-up. Een voorbereiding voor veel crossfit oefeningen. Personal trainers kunnen dit inzetten als voorbereiding op het kerngedeelte. Drie oefeningen, de cobblet squat, dynamisch, de yoga push-up in drie vormen. En de dead bug. Dit gebruik ik als een dynamische stretchvorm. De cobblet squat. Ik gebruik een kettlebell van 12 kilo, niet zwaar. Hou je dicht bij het lichaam. Vanuit deze positie, voet op heupbreedte, teen iets naar buiten en recht naar beneden, billen goed naar achteren. Goed, diepte maken en de knieën van links naar rechts bewegen. Probeer het lichaam zo stil mogelijk te houden. En op. Zelfde uitgangspositie. En van links naar rechts bewegen. En op. Dynamische stretchvorm. De cobblet squat. De yoga push-up. Dat verdeel ik op in drie stappen. Ik begin eerst met de push-up. Handen onder de schouders. Rustig in en uit. Vanuit deze positie. Armen. Gestrekt, hoofd tussen je armen, benen licht gebogen en borst een klein beetje laten zakken. Goed strekken vanuit je bovenrug, billen goed omhoog duwen. Vanuit deze positie, de derde, is het lichaam volledig uitstrekken. En kijk omhoog, schouders laag. Dan gaan we naar de eerste, push-up. Stretch. Bovenrug, benen licht gebogen. En extensie. Hele lichaam, heupen goed laten zakken, schouders laag en kijk omhoog. De yoga push-up. De volgende stretch oefening, mobiliteitsoefening, is de dead bug. Meestal wordt die gebruikt om de buikspieren te trainen, stabiliserende oefening voor de romp. Ik gebruik hem als een stretch methode. Een bankje, het liefst een bankje, een kleine verhoging. Benen in een hoek van 90 graden. Armen gestrekt, schouders goed laag. Het linkerbeen uitstrekken en rechterarm uitstrekken. Probeer het lichaam volledig uit te strekken. En het been iets verder laten zakken en de arm iets verder laten zakken. Het rechterbeen uitstrekken. Linkerarm uitstrekken. En probeer even iets voorbij die lijn te komen. Deze stretchoefening gebruik ik als mobiliteitsoefening voor het lichaam aan de voorkant. De dead bug als stretchmethode.